ben Jan. Ik ben Jammer Kater, dat is ook mijn DJ-naam. Ik ben van Vilvoorde in België. Ik ben er 21 jaar oud. Toen ik begon met draaien, draaide ik vooral veel acid. Veel acid rave, geïnspireerd op de jaren 90. Maar tegenwoordig draai ik iets minder acid en meer naar de IBM darkwave kant. Ik denk dat dat belangrijk is als een artiest om te evolueren in welke muziek dat je draait. Maar nog altijd zeker snel en heftig. Ik had wat vrienden die al aan het draaien waren, aan het DJ'en, die mij dat een beetje geleerd. En mijn producties zijn begonnen toen ik naar een feestje ben gegaan in de Kompas. Dat was Reposition, the first ceremony. Dat was de eerste keer dat ik harde en snelle 90s techno hoorde. En ik was direct verliefd. Dus de dagen daarna, na dat feestje, ben ik direct beginnen muziek maken. En dan die zondag, had ik mijn eerste track afgemaakt. En zo is dat geëvolueerd tot nu. Ik haal uit beide producers, zowel DJ, evenveel plezier. Met producer probeer ik in de week vooral liedjes te maken en dan in het weekend gaan draaien. Zeker nu dat het terug begonnen is na corona, ben ik toch wel blij dat ik terug elke week kan gaan draaien ergens. Want het was een moeilijk jaar vorig jaar. Ook voor mijn creativiteit heeft dat een grote impact gehad. Omdat er geen feestjes waren, was mijn creativiteit heel laag en heb ik niet zoveel kunnen produceren. Dus het was een beetje een traag jaar, een onproductief jaar. We zijn hier in Brugge in het Entrepôt voor een feestje van Revelers, mijn agency. Mijn agency zorgt er vooral voor dat ik nieuwe bookings binnenkrijg. Ze hebben connecties rond de hele wereld. Zonder een agency is het wat moeilijker om uw naam daar buiten te krijgen, om die publiciteit te krijgen. Dus het is zeker goed om een agency te hebben, zeker zoals Revelers. Ze doen dat heel goed. Er zijn al zoveel feestjes waar ik naartoe ben gegaan dat ik gewoon heel veel mensen ken van gewoon de feestjes. Niet van erbuiten, maar dat ik elke keer terug zie op de feestjes. Het is een community die samenkomt om te doen wat ze graag doen, allemaal samen. Dus ja, dat is niet te beschrijven gewoon. Dat is het hoogtepunt van iedereen zijn week, zonder twijfel. Ja, ik heb gemerkt dat het publiek wel veel enthousiaster is dan ervoor. Ik denk dat iedereen heel lang gewacht heeft om terug te gaan kunnen feesten, terug bij elkaar te kunnen komen, terug naar de muziek te luisteren waar we allemaal van houden. Dus ja, ik merk zeker dat iedereen veel meer enthousiaster is. Ja, dat brengt mij enorm veel plezier en dat maakt mij enorm blij natuurlijk om te zien dat het terug een beetje op gang komt. Het blijft een beetje moeilijk nog altijd, maar er is wel licht aan het einde van de tunnel nu. Het begint allemaal goed te komen, elke week feestjes beginnen te komen. Dus daar ben ik enorm blij voor.